Welkom bij deze presentatie in verband met de masteropleidingen aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, die je kunt volgen na het behalen van een professionele bachelor. Mijn naam is Katrien Antonio, ik ben de programmadirecteur van de zij-instroommasters aan de faculteit Economie en samen met mijn collega Tom Verbeke zal ik jullie doorheen deze online presentatie gidsen. Om te beginnen, als je afgestudeerd bent als een professionele bachelor en je wilt verder gaan met een academische master aan onze faculteit, dan ga je eerst en vooral doorheen een schakelprogramma moeten. Die schakelprogramma's richten wij ook in aan de faculteit. En het doel van die schakelprogramma's, van die schakel, is om de noodzakelijke brug te bouwen tussen jullie achtergrond, jullie vaardigheden opgedaan tijdens de professionele bachelor aan de ene kant en de academische master waar je wilt mee verder gaan aan de andere kant. Dat wil zeggen, tijdens zo'n schakel gaan we werken aan jullie voorkennis, het bijspijkeren van jullie voorkennis, opdat jullie succesvol kunnen instromen in de opleidingsonderdelen van de academische master. En we gaan daarbij vooral ook werken rond kwantitatieve vorming en jullie algehele vorming als academisch wetenschapper. Het ontwikkelen van jullie methode, methodieken, jullie achtergrond, de beschikbare technieken om aan academisch onderzoek te kunnen doen in de master. Dat wil zeggen dat we ook jullie kritische reflectie en jullie zelfstandige studiegerichtheid daarbij gaan stimuleren, verder bouwend opnieuw op wat je al kunt en kent op basis van jullie professionele bachelor. Zo'n schakelprogramma, daar sta je niet alleen voor. Onze faculteit die biedt verschillende mogelijkheden aan om jullie goed aan de start van die schakel te brengen. Die zie je hier opgelijst op de sheet. En die gaan van een online traject waar je je wiskundekennis kunt testen en ook kunt bijwerken, tot een cursus wiskunde om jullie kennis op te frissen vlak voor de start van het academiejaar. En uiteraard ook de nodige studiebegeleiding in groep en individueel tijdens dat schakeljaar. Als je nu kijkt welke academische masteropleidingen aan onze faculteit zijn toegankelijk na het behalen van zo'n schakelprogramma als de brug tussen jullie professionele bachelor en de academische master van jullie keuze. Wel, dan hebben we drie opleidingen voor jullie in de aanbieding. Dat is de Master in Accountancy en het Revisoraat. Die wordt ingericht, die masteropleiding wordt ingericht in Leuven. De schakel kan je volgen zowel op campus Leuven als op campus Kortrijk. We hebben de Master in het Informatiemanagement of zijn Engelstalige equivalent. Opnieuw, die master wordt ingericht op campus Leuven, maar de schakel zit zowel in Leuven als op campus Kortrijk. En dan collega Tom Verbeke zal jullie ook de opleiding Master in de Handelswetenschappen of zijn Engelstalig equivalent Master of Business Administration toelichten. En dat is een masteropleiding die zowel in Brussel als in Antwerpen wordt aangeboden. Dus laten we eerst en vooral eens kijken naar die Master in Accountancy en het Revisoraat. Zoals de sheet zegt, dat is een opleiding die uitnodigt tot specialisering. Dat wil zeggen, je gaat hier een heel specifieke focus leggen, namelijk die op vakken, opleidingsonderdelen, vorming die te maken hebben met accountancy en revisoraat. De masteropleiding wordt aangeboden op campus Leuven. Dat is een opleiding van 60 studiepunten in het Nederlands, met als doelstelling om jullie leren om te gaan met het lezen van financiële informatie binnen een onderneming, die op te stellen, die te lezen, te analyseren en te beoordelen. Dus vakken, onderwerpen zoals financial accounting, management accounting, auditing, zijn key, zijn treffend voor deze masteropleidingen. Je gaat hier aan de slag als je interesse hebt, als je geboeid bent door accountancy, revisoraat, het werken, het omgaan met informatie, informatiemanagement. En als je bijvoorbeeld zin hebt om later toe te treden tot de gereguleerde beroepen van accountant of bedrijfsrevisor.
Kijken we even naar de bijhorende schakel. Dus opnieuw, dat is dan de brug tussen jullie professionele bachelor aan de ene kant en die master in accountancy en het revisoraat aan de andere kant. Wel, die schakel op zich is ook een opleiding van 60 studiepunten in het Nederlands, die dus gericht is op de mensen met een professionele bachelor in het studiegebied handelswetenschappen of bedrijfskunde. Ja? Mensen die interesse hebben om zich te vervolmaken op een academische manier in die accounting en of dat veld van auditing. Kijken we naar de samenstelling van die schakel, dan zal je zien dat er vier grote componenten zijn. Economische analyse in het rood, het management van bedrijfsdomeinen, denk aan marketing, denk aan andere bedrijfsdomeinen die daar relevant zijn, in het paars, een blokje ICT-vaardigheden en informatiemanagement in het bordeaux en een stukje kwantitatieve vorming, dus wiskunde, statistische technieken in het blauw. Alles samen 60 studiepunten in dat schakelprogramma. Kijken we dan na het behalen van die schakel naar de eigenlijke master, dan zie je dat je hier inderdaad voluit kunt gaan in je vorming op academisch masterniveau in accountancy en het revisoraat. Je gaat aan de slag met verplichte kernopleidingsonderdelen, bijvoorbeeld rond auditing, enterprise risk management, vennootschapsrecht. Je gaat aan de slag met een aantal verplichte basisopleidingsonderdelen, voor zover je die nog niet eerder hebt gevolgd. Denk aan consolidatie, denk aan econometrische modellen. En je kan zelf een eigen accent leggen of je richting accountant, richting bedrijfsrevisor of eerder een accent wilt leggen richting databases, information management, het omgaan met die informatie. Uiteraard ook niet de masterproef vergeten. Die bedraagt 15 studiepunten in deze opleiding. Dat is een academische paper die je gaat moeten schrijven in een domein dat je dat aansluit uiteraard bij de topics van deze masteropleiding. Maar wat je zelf kunt kiezen en wat je daar het meest boeit, het meest interesseert. Dat was een eerste masteropleiding, ingericht op Campus Leuven, die toegankelijk is na de bijhorende schakel voor mensen met achtergrond als professionele bachelor. We hebben er aan Campus Leuven nog een andere masteropleiding die op die manier toegankelijk is. En dat is de Master in Information Management of het Engelstalige equivalent de Master of Information Management. Opnieuw, opleiding van 60 studiepunten. Hier ligt de nadruk op het omgaan met informatiebehoeften, het analyseren daarvan, het ontwerpen van informatiesystemen, het beheren en het afstemmen van hoe ICT, hoe data en informatica in te zetten op een afgestemde manier, op een gestroomlijnde manier, in het licht van de strategie van jouw onderneming of jouw bedrijf. Dus we gaan echt werken met het inzetten, het efficiënt inzetten, het beheren van informatietechnologie in de context van een bedrijf. De nadruk ligt hier minder op het technisch ontwerpen of programmeren. Voor wie is deze masteropleiding toegankelijk? Dat is voor de, hier beogen we de professionele bachelors, ofwel in het gebied van de handelswetenschappen, bedrijfskunde, ofwel in het gebied van de industriële wetenschappen en technologie. Dat wil zeggen, we veronderstellen dat je een zekere basiskennis van informatica hebt, maar dat je vooral heel veel interesse hebt in het inzetten van ICT, informatica, data science in een bedrijfscontext. Kijken we naar de schakel. De schakel die je eerst succesvol moet afronden alvorens je met die master aan de slag kunt, dan zie je hier opnieuw die bachelors in het studiegebied handelswetenschappen, bedrijfskunde, toegepaste informatica, elektronica en dergelijke, die kunnen terecht in deze schakel. Schakel 60 studiepunten in het Nederlands, ingericht op Campus Leuven of op Campus Kortrijk. Samenstelling van die schakel lijkt op degene die we eerst eerder zagen, dus een blokje economische analyse, management van bedrijfsdomeinen, ICT-vaardigheden en wiskundige, statistische, kwantitatieve vorming. Die je gaat bijspijkeren om die brug te bouwen tussen je
professionele bachelor en je academische master. De master in information management, informatiemanagement dan zelf, 60 studiepunten. Je gaat aan de slag met verplichte opleidingsonderdelen op het vlak van business analysis, knowledge management, business intelligence, omgaan met ICT, architectuur en dergelijke. Er zitten hier ook een aantal verplichte basisopleidingsonderdelen die je moet volgen als je dat nog niet eerder hebt gedaan. Bijvoorbeeld principes van database management. We hebben de mogelijkheid om een eigen accent te leggen, dus door keuzevakken in te bouwen. Het zij over data science, over software engineering of over management in het meer algemeen. En tot slot de masterproef van 15 studiepunten die je ook binnen deze academische master gaat moeten realiseren. Mijn naam is Tom Verbeke. Ik ben de programmadirecteur Handelswetenschappen en ik zal u door deze presentatie begeleiden. De opleiding, de schakelopleiding Handelswetenschappen Business Administration wordt georganiseerd op de Brusselse campus. Die wordt georganiseerd op de Antwerpse campus en op de Kortrijkse campus, op de CULAC in Kortrijk. De master in Handelswetenschappen of de master of Business Administration gaat enkel door in Brussel of Antwerpen. Master Handelswetenschappen, je krijgt een doorgedreven kennis en je krijgt een doorgedreven inzicht in één van de managementdomeinen van je specialisatie en je kan in de keuzeruimte die er is, kan je dat managementdomein verder verdiepen of je kan je visie verbreden door keuzevakken op te nemen in managementdomeinen die dicht of ver verwijderd zijn van de opleiding, de specialisatie van uw keuze. Het is vooral de bedoeling dat je die kennis en die inzichten die je verwerft, dat je die in staat stellen om bedrijfsprocessen te analyseren, om bedrijfsprocessen aan te sturen, om die te wijzigen. Verwijs naar een bedrijfsproces, dan bedoel ik dat, of later naar managementbeslissingen, dan bedoel ik dat zowel in de profit sector als in de non-for-profit sector. Denk aan ziekenhuizen, denk aan woonzorgcentra en denk aan niet-gouvernementele organisaties. Ja, ook met die kennis moet je in principe in staat zijn om bedrijfsprocessen te analyseren. Je moet vanuit die kennis ook operationele of strategische managementbeslissingen kunnen nemen en dat kunnen doen op basis van evidence-based practice, op basis van een grondige analyse van die bedrijfsprocessen en gegeven de wetenschappelijke bagage in uw rugzak, moet je samen met die grondige analyse komen tot een operationele en strategische managementbeslissing. Je moet dat beslissingsproces zelf kunnen aansturen. In de opleiding Master Handelswetenschappen heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld een stage te doen of een project te gaan doen. We verwachten, je hoeft dat niet te doen, je kunt dat, dat is een keuze die je maakt, maar verwachten wel dat mensen die de opleiding hebben afgerond, dat die in staat zijn om die management- en ondernemingsvaardigheden toe te passen. Het schakelprogramma. Vooraleer dat je start in de master handelswetenschappen of de master business administration, heb je ofwel een professionele bachelor en dan ga je via de schakel, ofwel heb je de academische opleiding bachelor handelswetenschappen gevolgd. In dit geval is de presentatie voor mensen die een professionele bachelor hebben gevolgd. Wie komt in aanmerking voor het schakelprogramma? Wel, dat zijn de mensen die een professionele bachelor hebben behaald in het studiegebied handelswetenschappen of bedrijfskunde. En met professionele bachelor bedoel ik niet alleen de professionele bachelor, maar ook een BANABA, dus een bachelor na bachelor. Iemand die een professionele bachelor of een bachelor na bachelor heeft behaald in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde, die krijgt rechtstreeks toegang tot het schakelprogramma en via het schakelprogramma tot de master. Er is één professionele bachelor buiten het studiegebied die ook rechtstreeks toegang biedt en dat is met name de professionele bachelor onderwijs, secundair onderwijs met onderwijsvakken wiskunde en economie. Dus ook die
studenten die krijgen rechtstreeks toegang tot het schakelprogramma. En via het schakelprogramma krijgen die ook rechtstreeks toegang tot de master. Hoe ziet het schakelprogramma eruit? We hebben twee soorten schakelprogramma's. We hebben een dagonderwijs en we hebben een avondonderwijs. In het dagonderwijs is het een 60-credit programma. Het is dus één academiejaar. Belangrijk is dat het schakelprogramma in zowel Antwerpen als in Brussel volledig als een afzonderlijke beroep wordt. De schakel een afzonderlijke groep is, een aparte groep is, waardoor de studenten daar les krijgen als afzonderlijke groep. Dat betekent dat de studenten een goed rooster hebben. Dat betekent ook dat de groepscohesie er is. In die zin, de studenten leren elkaar kennen als groep binnen de schakel. Die aparte groep is Campus Brussel en Campus Antwerpen. In Kortrijk zijn er voor een groot aantal vakken afzonderlijke groepen. Maar voor een aantal vakken sluit je aan bij de studenten die al de opleiding volgen of die al lessen volgen in het kader van hun academische opleiding aan de CULAC. Het schakelprogramma bestaat uit 60 credits. Die 60 credits worden gespreid over twee semesters, twee keer 13 weken. Dat zijn 13 lesweken. Daarboven komt nog eens een studie- en examenperiode. Als we dan kijken naar hoeveel les je hebt, dan komt dat ongeveer neer op een 20 à 25 uur college per week. Op alle drie de campussen is een ruim aanbod aan studiebegeleiding en leerprocesbegeleiding. We gaan ervan uit dat uw professionele bachelor, dat daar voldoende talen in waren, zodanig dat we dat taaltraject niet specifiek nog moeten aanbieden in het schakelprogramma. We weten dat de mensen die uit een professionele bacheloropleiding komen, dat dat vaak 3 jaar, 4 jaar geleden is dat die nog wiskunde hebben gehad. Wiskunde is in alle geval sowieso al een afzonderlijke aparte groep. Dat is zo in Brussel en Antwerpen per definitie, maar dat is ook zo in Kortrijk, waar wiskunde volledig afzonderlijk wordt gedoseerd enkel voor de schakelstudenten. Er is ook een vrijblijvende inleidende cursus wiskunde, zodanig dat je de tweede of de derde week voor de start van het academiejaar, dat je al een stuk van de wiskunde kunt herhalen. Het dagonderwijs gaat door op Campus Brussel, Campus Antwerpen en Campus Kortrijk. In Brussel heb je de mogelijkheid om het schakelprogramma te volgen in het Nederlands of het Bridging Program in het Engels. Het Bridging Program zijn exact dezelfde vakken, alleen gaan die vakken door in het Engels. Typisch is de Bridging groep ook een vrij internationale groep. En typisch komt die internationale groep ook om dan later door te schakelen naar de Master Business Administration, maar als je de Nederlandstalige schakel volgt, dan kun je ook naar de MBA gaan, het Engelstalige masterprogramma, als je dat wil. Maar je zou, mocht je dat willen, onmiddellijk ook kunnen starten in de Engelstalige schakel, het Engelstalige bridging program, en zo doorstromen naar de MBA-opleiding. Naast het dagprogramma hebben we ook nog een avondprogramma. Het avondprogramma is ook 60 credits. Het zijn dezelfde vakken. 60 credits. Wat we wel doen, is we spreiden die 60 credits niet over twee semesters, maar over twee academiejaren, dus over 4 semesters. Dat betekent dat we de 60 credits gespreid over 2 academiejaren kunnen aanbieden op 2 vaste lesavonden in de week. Die lesavonden in de week hebben dan 4 uur les, van 5:30 tot 7:30 en van 7:30 tot 9:30 en dan bijvoorbeeld op dinsdag en donderdag. Dat is een combinatie van colleges en afstandsonderwijs. Je hebt 8 uur les per week. Het dagschakelprogramma heeft er 20 à 25, dus er is daar een combinatie van colleges en afstandsonderwijs. Ook hier zijn er geen talen, ook hier is er een vrijblijvende inleidende cursus. En
De campus waar je het avondprogramma kunt volgen is de Brusselse campus, waar er ook een avondprogramma is in de master handelswetenschappen. Een getuigenis van een schakelstudent. Het is zeer goed georganiseerd. De student moet niet schipperen tussen verschillende bachelorjaren om vakken te kunnen volgen. En daardoor ontstaan er nog problemen bij lessenrooster, nog problemen bij examens. Zo, als we dan kijken naar de inhoud van het schakelprogramma, wel, dan zal je zien het wiskundige en statistische technieken en onderzoeksvaardigheden. Dat is 18 credits, 6 credits wiskunde, 6 credits statistiek, 6 credits onderzoeksvaardigheden. Je hebt een 36-tal credits management van bedrijfsdomeinen. Soms heb je daar marketing bijvoorbeeld of personeel en organisatie. Soms denk je daar, ik heb dat al gehad in mijn professionele opleiding. Wel, na een paar weken zult u vaststellen dat de aanpak toch anders is, dat er meer nadruk ligt op het verwerven van academische competenties binnen die managementdomeinen dan het equivalente vak dat je had in uw professionele bachelor. Dan heb je economische analyse en internationale oriëntatie, micro-economie, macro-economie bijvoorbeeld, internationale economie. Je hebt gedrag en maatschappij voor 3 credits, maar de hoofdmoot van uw opleiding ligt hem in het verwerven van uw onderzoeksvaardigheden, zowel de rechtstreekse onderzoeksvaardigheden in wiskunde, statistiek en onderzoeksmethoden, onderzoeksvaardigheden, als het verwerven van onderzoeksvaardigheden gelinkt aan een bedrijfs- en managementdomein, marketing, personeel en organisatie, noem het op. Voor de meeste studenten is dit de grote uitdaging, dat zijn die wiskundige en statistische technieken. Onder andere ook omdat het een tijdje geleden is dat de meeste studenten daar mee in aanraking zijn gekomen. Vandaar ook die vrijblijvende startcursus, die vrijblijvende inleidende cursus. Hoe ziet de master er dan uit? Wel, in de master, het is een opleiding met optie tot specialisatie. Het is een verbredende masteropleiding met optie tot specialisatie. Wat bedoelen we daarmee? Wel, je hebt de master handelswetenschappen en je kiest in de master handelswetenschappen één van de verschillende specialisaties. De specialisaties, dat is een managementdomein, strategische marketing, accounting, auditing en controle en dergelijke meer. Financieel management, ik zal die straks nog oplijsten voor u, maar in die specialisatie, in de master, kies je voor 30 credits vakken binnen je specialisatie. 2, je hebt een keuzepakket van 12 credits. Typisch zijn dat 2 vakken van 6 credits. In dat keuzepakket kun je een aantal zaken doen. Je kunt je keuzepakket laten aansluiten bij je specialisatie. Voor een aantal specialisaties bestaan er specifieke keuzevakken die enkel toegankelijk zijn voor studenten van de specialisatie en die verdiepen verder de specialisatie. Je kan je keuzeopels, je kan je keuzevakken ook kiezen uit een heel breed pakket aan wat we noemen verbredende keuzevakken. Dan heb je specialisatie genomen in één managementdomein en je kiest in je keuzepakket een aantal managementdomeinen, 2 vakken uit 2 andere managementdomeinen. Die kunnen gelinkt zijn met je specialisatie, maar dat hoeft niet. Dus daar kan je een keuzepakket kiezen vol in uw interessesfeer. Uw masterproef sluit meestal aan bij uw specialisatie. Maar goed, in uw specialisatie is typisch voldoende breed om ook daar wel wat eigen klemtonen te gaan leggen. Dus in die zin biedt de master handelswetenschappen, zowel op de Antwerpse als de Brusselse campus, opnieuw de Kortrijkse campus geeft die master handelswetenschappen niet, maar biedt de master handelswetenschappen op de Brusselse en de Antwerpse campus u de mogelijkheid om ofwel te verdiepen, en dan ga je en uw specialisatie, en uw keuzeopels, en uw onderzoeksmethoden, en uw masterproef in hetzelfde domein gaan kiezen. Maar het laat u eigenlijk ook toe om bovenop een specialisatie nog wat verbreding te gaan doen. Door uw keuzeopels in andere managementdomeinen op te nemen, en ook via de
keuze van je masterproef kan je nog wel wat ruimer gaan. Welke specialisaties zijn er in dat onderwijs? Heb je in Brussel en in Antwerpen specialisaties bedrijfsmanagement, people and change management, Europese en internationale betrekkingen, accounting, auditing en controle, fiscaliteit, finance en banking, strategische marketing management, business information management in Brussel, internationaal zakenwezen, accountancy en fiscaliteit, financieel management, human resources en marketing management in Antwerpen. Wat er belangrijk is dat je specialisatie altijd anders is. Het is niet omdat je hier twee keer iets ziet staan in marketing, dat je daaronder moet vanuitgaan dat die twee specialisaties overlappen. Dat is geen waar. We hebben ervoor gekozen binnen de opleiding om elke specialisatie een duidelijke andere finaliteit te geven als die specialisatie een andere naam heeft. In dit geval, in Brussel heb je dan nog specialisaties, met name algemeen management. Dat is de populairste. In algemeen management, de avond... onderwijs is typisch studenten die al enige professionele ervaring hebben. Die hebben al een paar jaar gewerkt. Die stromen in de masteropleiding in avondonderwijs. Wel, die laten we eigenlijk toe om 9 of 7 vakken te kiezen uit een totaal van 9. Die hoeven geen specialisatie te kiezen, die kunnen gewoon uit een totaalpakket van 9 vakken kunnen die er 7 kiezen, waardoor dat ze eigenlijk hun opleiding vorm kunnen geven in functie van hun professionele activiteit die ze al hebben. En deze MBA is iets anders. MBA is ook een heel internationaal publiek. Op de Brusselse campus, de MBA-opleiding op de Brusselse campus telt 25% Vlaamse studenten, 75% internationale studenten. In Hans de opleiding bachelor en master business administration heb je een 100-tal nationaliteiten die er vertegenwoordigd zijn. Dus we hebben daar een heel specifiek publiek, een heel internationaal publiek, waarvoor we een opleiding hebben ontwikkeld die beantwoordt aan de noden van dat internationaal publiek, die ook meer aansluit bij wat internationaal hangbaar is op het vlak van MBA-opleidingen. We hebben daar in eerste instantie een verplicht gedeelte, dus elke student moet Leadership Lab en Ethics, Responsibility en Sustainability gaan volgen. Dus Leadership en Behavioral Decision Making gaat over leiderschapsvaardigheden, aansturen van een klein team, aansturen van een groot team, en dan de ethiek en de duurzaamheid van het ondernemingsgebeuren. Dat zijn de twee componenten van het plichtgedeelte. Dan heb je een track module, opnieuw een track module 18 credits. Dat is opnieuw een keuze die je maakt voor een bepaald domein, om een bepaald domein verder te gaan ontwikkelen. Marketing, accounting en dergelijke meer. Dan heb je terug 12 credits keuzevakken. Die 12 credits kan je kiezen, ofwel laat je die aansluiten bij je trackmodule en dan heb je 30 credits in een bepaald domein, ofwel ga je net heel breed en dan kies je vakken die niet volledig binnen het domein van je trackmodule zitten. Je hebt business research methods en je masterthesis. Masterthesis is 15 credits. Die masterthesis kun je laten aansluiten bij je trackmodule of je doet dat niet. Dus die MBA laat u nog meer dan de opleiding Master Handelswetenschappen toe om een heel breed palet aan managementdomeinen te coveren, zowel in uw track als in uw electives als via uw masterthesis. Dit zijn de tracks. De tracks vallen heel vaak samen met een specialisatie in handelswetenschappen. Er zijn er een paar die geen equivalent hebben in handelswetenschappen. In Antwerpen is dat met name de specialisatie, de track Global Logistics and Port Management. Ja, gegeven de locatie van Antwerpen is het haven gegeven en de logistieke ketting die daar rond hoort. Uiteraard iets wat heel Antwerps is, vandaar dat die track ook in Antwerpen zit.
op het ogenblik dat je die track volgt in Antwerpen, dan woon je en leef je en dan volg je die les als het ware in de haven. Dat is net hetzelfde met European Public Policy and Management. Wie de Brusselse campus bezoekt, die zal zien dat die Brusselse campus op 2 kilometer van de Europese instellingen ligt. Dus je kan dan die European Public Policy and Management track gaan volgen in Brussel. Op wandelafstand van de Europese instellingen. In Brussel is er ook een track die geen equivalentie heeft in handelswetenschap, maar rond sustainability management, dus duurzaam management, corporate social responsibility, maar denk ook aan circulaire economie, denk aan klimaat en hoe klimaatbeleid ondernemingen aanzet om hun strategie te veranderen, hoe milieubeleid ondernemingen aanzet om hun strategie te gaan veranderen. Dat zijn elementen die aan bod komen in de track rond sustainability management.